Hey hoi, dit filmpje gaat over de laatste tips voor het VWO scheikundeexamen 2024. Ik probeer de vragen die jullie de laatste weken gesteld hebben te beantwoorden aan de hand van voorbeelden en daarbij ook in te gaan op dingen die vaak misgaan bij het maken van examenvragen. Je kunt de tijdkodering van het filmpje gebruiken om snel naar het onderwerp te gaan waar jij iets over wil weten. Dit is dus geen complete samenvatting. Linkje daarvan staat wel bij de beschrijving van het filmpje. En daar staan ook de uitleg van de laatste 16 examens. Vorig jaar heb ik ook een filmpje gemaakt zoals deze. Daar staan andere voorbeelden en andere onderwerpen in. Kun je ook nog naar kijken. Hier zie je de onderwerpen zoals ze de laatste jaren gevraagd zijn. Dan kun je een beetje zien hoeveel procent van de punten bij elk onderwerp hoort. En dan zien we rekenen onderaan staan. Daar zijn de meeste punten mee te verdienen. Hier een lijstje met handige BINAS-tabellen. Deze zou je uit je hoofd moeten kennen. Dat wil zeggen dat een redingsreactie in BINAS-tabel 48 staat. Dat weet je waarschijnlijk wel. Of hier in Science Data. Maar mocht je het vergeten zijn, dan kun je het register gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt bij reactiemechanismen, dan zie je bijvoorbeeld dat in BINAS-tabel 54 SN1 en SN2 omschreven zijn. Dat zijn voorbeelden die in sommige boeken worden gebruikt, maar die je niet uit je hoofd hoeft te kennen. Als je nu denkt, nooit van gehoord, is niet erg als je het maar op kunt zoeken in BINAS. Eerste vraag was, hoe reken je nou met vormingswarmte en dan vooral, hoe zit het met de tekens? Nou, hier een voorbeeldvraagje uit het herexamen van vorig jaar. Het ging over deze reactie. Dan zien we hier alle vormingswarmte staan. Je ziet een aantal nullen staan. Dat zijn elementen. Elementen zoals S of Br2 of F2 hebben een vormingswarmte van 0. Als er in de reactievergelijking ergens een 4 voor staat, zoals bij kaliumfluoride, doen we het keer 4. En het teken klappen we om van de stoffen links van de pijl. Hier staat een min, dan wordt het een plus. Had er een plus staan, dan wordt het een min. En van de stoffen na de pijl laat je gewoon het teken staan. En dan kun je dingen in de laatste kolom optellen. En dan kom je op de reactiewarmte in joule per mol SF6. Er staat hier geen getal voor. Dus we weten al het antwoord. Stel dat er nou bijvoorbeeld een 2 voor had gestaan, dan had je nog door 2 moeten delen. De reactiewarmte is hier een negatief getal, dus dat betekent dat we een exotherme reactie hebben. Reactiewarmte is niet hetzelfde als verbrandingswarmte. De verbrandingswarmte is namelijk hoeveel joule er vrijkomt bij de volledige verbranding van een mol van een stof. Dus dat is eigenlijk de reactiewarmte van een verbranding. De getallen kun je vinden in BINAS tabel 56. Hoe zat het ook alweer met energiediagrammen? Komt niet heel vaak voor, maar af en toe natuurlijk wel. Hier zie je een voorbeeld uit het examen van 2017. Dit is een voorbeeld van een endotherme reactie, want de reactieproducten, of reactieproduct kan er ook één zijn, ligt boven de beginstoffen. Het verschil tussen beginstof en reactieproducten, het rode pijltje hier, dat is de reactiewarmte, het energieeffect, een positief getal, dus endotherm. Bovenaan ligt de overgangstoestand of geactiveerde toestand en het verschil tussen de beginstoffen en die geactiveerde toestand, dat noemen we de activeringsenergie. Hoe hoger die is, hoe langzamer de reactie. Nou, wat kan een katalysator doen? Die kan de activeringsenergie verlagen omdat het energieniveau van die overgangstoestand lager komt te liggen. Dus met katalysator ligt hij hier, zonder daar, maar het is altijd wel zo dat de geactiveerde toestand of overgangstoestand het hoogste energieniveau is. De vraag, wanneer gebruik je massaspectrometrie? Dat gaat om het meten van de massa. Het woord zegt het al. Vorig jaar een wat ongebruikelijk vraagje in het examen waarbij de verhouding tussen twee isotopen van helium gemeten moest worden. Nou, dat kan al met massaspectrometrie, omdat het enige verschil tussen deze twee deeltjes is hun massa. Dus je kunt niet gaan kijken of de een beter met iets reageert of beter aan iets bindt, maar je kunt wel de massa meten. Je meet dan de massa van een molecuul of een fragment van een molecuul of een atoom. En dan heb je een zogenaamde MZ-waarde, massa gedeeld door de lading. De MZ-waarde is dus de massa gedeeld door de lading en we gaan uit van een lading van 1 als er niks bij staat. Wat betekent dat de grootste MZ-waarde hoort bij de massa van het hele molecuul. We moeten wel op isotopen letten, dus kijk ik naar C2H5Cl,
dan is 2 keer 12 plus 5 keer 1 van de waterstoffen plus 37 van chloor degene die de grootste MZ-waarde oplevert. Van chloor hebben we een isotoop van 35 en een isotoop van 37. En die van 37 is het zwaarst. Dus die neem je dan bij de grootste MZ-waarde. Bij koolstof en waterstof en ook zuurstof wordt eigenlijk vrijwel altijd de meest voorkomende isotoop genomen. Dus 12, maar niet 12,01 bij koolstof. Maar er zijn natuurlijk wel vragen waarin het over C13 of C14 gaat. Heb je de MZ-waarde van een fragment, dan kan je daar een structuur uit afleiden. Een brokstukje van 29 kan bijvoorbeeld horen bij C2H5. En dan kan je dus zeggen dat er zo'n stukje in de molecuul moet zitten. Binance 39D kan hier heel handig bij zijn. De opgave hierover kwam vorig jaar in het herexamen. Het ging over deze stof. En wat moest je nou doen? Er waren pieken van 231 en 181. En dat kwam door het afsplitsen van een neutraal fragment. En we moesten gaan uitleggen wat daar de molecuulformule van is. Nou, het verschil in massa is dan 50. Dus ik ben op zoek naar een stukje met een massa van 50. Als je hier naar kijkt, dan zou dat CF2 kunnen zijn. C is 12 en F is 19 en 12 plus 2 keer 19 is 50. Dus het antwoord is hier CF2. Dan iets heel anders. Hoe moet je iets uitleggen met een evenwicht, was de vraag. Nou, zo'n vraag zat er vorig jaar in het eerste tijdvak. En het ging over dit evenwicht. Een evenwicht van een zwak zuur in water. Nou, er werd hier iets met de KZ gegeven. Dus ik ga eerst maar eens even kijken naar de KZ. En dat is de evenwichtsvoorwaarde van dit evenwicht. De stoffen rechts van de pijl komen boven als concentraties en linksonder. H2O is een zuivere vloeistof, dus die laten we weg in de KZ. Je zou er een 1 voor kunnen invullen. Nou, dan moeten we hier twee soorten mineraalwater vergelijken. HCO3- en H2CO3. En we zien dat de H2CO3 vrijwel hetzelfde is, maar HCO3- geeft een heel groot verschil. Nou, die evenwichtsconstante, de KZ van 4,5 mol 10 min 7, is bij beide bronwaters hetzelfde. Nou, als die H2CO3 veel hetzelfde is bij beide en de HCO3- bij de ene veel groter is, dan moet H3O+ dan veel kleiner zijn. Dus bij dat Gerolsteiner heb ik meer HCO3-, lees ik daar af, dus minder H3O+. En bij een kleinere concentratie H3O+, hoort een hogere pH. Het gaat meer richting de 7. Rekenen met zo'n evenwicht, dat moet je ook kunnen. Vooral bij zwakke zuren komt het veel voor. Hier moest je gaan uitrekenen bij een bepaald zuurbase evenwicht, wat hier staat, hoeveel procent in de vorm is van een van de twee, in dit geval het zwakke zuur. Nou, dan maak ik eerst weer de KZ. Het getalletje, dat stond in de vraag, dus niet in minstens tabel 49. En hier was de pH gegeven. En uit je pH kan je de H3O+ concentratie berekenen. 10 tot de macht min pH. Die vul ik in. En dan kan ik de verhouding tussen de geconjugeerde basen, die staat hier boven de pijl, en het zwakke zuur berekenen. Door bij deze aan links en rechts van de pijl te gaan delen door 1,0 mol 10 min 7. Er komt een verhouding uit van 3,2 maal 10 tot de vierde. Dus 3,2 maal 10 tot de vierde van degene boven de streep op 1 onder de streep. Nou, het totaal is die twee bij elkaar opgeteld. 3,2 maal 10 tot de vierde plus 1. Nou, hoeveel heb je dan? 1 daarvan is maar deze, het zuur die gevraagd werd. Dus 1 gedeeld door 3,2 maal 10 tot de vierde plus 1 keer 100%. Dat is het antwoord. In dit geval 3,1 maal 10 min 3%. Buffers, een berucht onderwerp. Eigenlijk hoef je alleen maar te weten wat het is. Een mengsel van een zwak zuur en zijn gecorrigeerde basen. En die twee moeten in een verhouding grofweg tussen de 1 op 10 en 10 op 1 liggen. Het kan ook best 11 op 1 zijn, maar even als richtlijn. De pH verandert bijna niet bij verdunnen of als je een beetje van een zuur of een basis toevoegt. Rekenen met buffers hoeft officieel niet. Toch vragen de examenmakers dat wel eens. En dan zegt ze, ja, maar je rekent gewoon aan de KZ van een zwak zuur. En rekenen met evenwicht moet je kunnen. Dus niet schrikken van het woord buffer bij een rekenvraag. Ga gewoon rekenen aan KZ, zoals in de vorige vraag bijvoorbeeld. Alleen toen was die verhouding natuurlijk hier niet tussen deze twee in. Het was geen buffer, maar het denkstapjes kunnen ongeveer hetzelfde zijn.
Komt de boetabel vaak terug? Nee, bijna nooit. Maar toevallig wel in die vraag over de buffers 2021 tijdvak 1 vraag 15. Dit was een hele lastige vraag, want hier werd een sterk zuur, zoutzuur, toegevoegd aan HCO3-. En dan kregen we een reactie, dit is een aflopende reactie, met een sterk zuur voor de pijl, waarbij we H2O en H2CO3 kregen. Nou, de hoeveelheden H3O plus en HCO3- die waren gegeven en H3O plus reageert dan helemaal op. Dus op het eind heb ik geen H3O plus meer over. Die haal ik ook, die min 0,034, van deze af. Hou dus 0,304 HCO3- over en er ontstaat 0,034 mol H2CO3. Nou, dat kun je ook in woorden opschrijven zoals hier, maar je kunt ook de boetabel begin omgezet eind hiervoor gebruiken. Nou, dat kon je vervolgens gaan invullen in de KZ van H2CO3, en dan had je als enige onbekende H3O+, en die kon je dan gaan uitrekenen. In dit geval werd ook de significantie gevraagd. En dan moet je er even op letten dat bij pH-waarde alleen de cijfers na de komma significant zijn. Je ziet hier getallen staan allemaal. Deze zijn twee cijfers, die dan wel in drie. Maar twee en ook de KZ is twee cijfers. Dat bepaalt dat je maar in twee cijfers mag antwoorden. Maar bij pH zijn dat dus twee cijfers na de komma. Iets heel anders. Wanneer moet iets aan de octetregel voldoen? Nou, meestal voldoen deze elementen, C, N, P, O en S en de halogenen, dus fluor, chloor, brom en jood, aan de octetregel. Niet altijd, in de vraag staat er dan vaak bij. Waterstof, die vormt altijd geen octet. Die kan maximaal twee elektronen in zijn buitenschil hebben als die een binding vormt. Nou, hier werd dat gevraagd. We kregen een deeltje dit en dat deeltje die neemt een H plus op. En dan ontstaat er iets met een C-atoom met geen volledig octet. Dit was een hele verwarrende vraag, omdat er een andere stof voor stond waar het mee werd vergelijken. En de meeste leerlingen vonden dat eigenlijk een beetje verwarrend. Dus let daar niet op. Dan zou het elektronenpaar wat hier de dubbele binding vormt, een binding met deze H kunnen gaan vormen. Ja, dus met een pijltje getekend zo. Nou, wat krijgen we dan? Dan krijgen we dit, dus die CH2 is een CH3 geworden. En deze C die heeft nog maar drie bindingen. Dat betekent dat hij drie elektronen om zich heen heeft in plaats van vier en dus een pluslading krijgt. Dan een vraagje wat hier een beetje mee te maken heeft. En als antwoord op de vraag, hoe kom je nou achter de formele lading? Eigenlijk deed ik dat net al, met die C die dan drie in plaats van vier elektronen heeft en een pluslading krijgt. Je kunt er ook een formule voor gebruiken. Het aantal valentie-elektronen min het aantal bindingen min twee keer het aantal vrije elektronenparen. Dus bij die koolstof van net, die heeft vier valentie-elektronen, kun je vinden in je BINAS 99, min drie bindingen min twee keer 0 is 1, dus 1 plus. Een simpele truc is als de covalentie niet klopt, dan heeft het een lading. Dan moet je de naleving even kijken of het plus of min is. Nou, dat werd hier ook gevraagd. En dan zie ik hier eigenlijk al meteen een N die vier bindingen heeft. Nou, wat betekent dat? Dat hij een pluslading heeft. Er is geen vrij elektronenpaar, want de N die voldoet nu aan de octetregel. Dan heeft hij dus vijf valentie-elektronen, dat hoort bij stikstof, min vier bindingen, min 2×0 van elektronenparen. Dus hij heeft een lading van 1 plus. En het ion heeft dus ook een totale lading van 1 plus. Deze N hier. Die is niet getekend, het vrije elektronenpaar, maar die is er wel. Die heeft gewoon drie bindingen en die is dus niet geladen. Nou, die lading waar ik het net over had, dat wordt ook wel de formele lading genoemd. Je ziet hier in een plaatje weer een stikstof met vier bindingen, die krijgt een pluslading, en een O met één binding, een minlading. Dat zijn formele ladingen. Je ziet in hetzelfde plaatje hier ook partiële ladingen. Dat zijn dingen die een klein beetje plus of een klein beetje min zijn geladen. Dat heeft te maken met een verschil in elektronegativiteit. In de OH-binding is de O elektronegatiever dan de H, trekt dus harder aan de elektronen en die krijgt dan een beetje een minlading. Dat noemen we dan een partiële lading. De formele lading is dus de hele lading die volgens de doelstructuur op een atoom zit. Hoe teken je een grensstructuur? Nou, veel gestelde vraag.
Vaak hoef je niet een logistructuur uit het niets te tekenen, maar moet je een grensstructuur tekenen of iets aanvullen. Dit was een vrij lastige vraag, want hier was indigo gegeven zonder dat het een Lewis-structuur is. Er staan hier geen vrije elektronenparen bij. En dan krijg je een gedeeltelijke grensstructuur waar wel de formele ladingen bij staan en waar de elektronenparen nog bijgetekend moeten worden. De elektronenpijlen erbij tekenen, dat is niet verplicht, maar even om uit te leggen hoe je op het antwoord komt. Nou, ik zie hier een pluslading staan, deze heeft dus drie bindingen, dus deze dubbele binding die moet weg. Nou, die twee staan er nog, dus ik krijg hier een dubbele binding. Dat is eigenlijk de eerste stap. Nou, om deze O moeten nog drie vrije elektronenparen zitten, dat volgt uit de minlading. En ik kan ook zeggen, kijk, hier zit een dubbele binding. En die C, als hier een dubbele binding komt, zou vijf bindingen krijgen, wat niet mag. Dus deze moet wel weggaan, één van de twee van de dubbele binding. En die komt dan daar te zitten. Dus dat is eigenlijk het tweede stapje. Nou, dan ga ik aan de andere kant kijken. Ik moet een N met een pluslading krijgen. Die moet dus vier bindingen hebben. En dat zou kunnen door een vrij elektronenpaar die op deze N zit, hier een binding te laten vormen. Dan heeft de N vier bindingen. En we hebben net al gezien, dan krijgen we een pluslading. Nou, dan moeten we in die ring nog even gaan kijken. Dat verandert ook een beetje. We zijn hier en daar zien we twee dubbele bindingen. Dat betekent dat deze hier daar gaat zitten en die gaat daar zitten. Dan moet die weggaan, maar die komt dan hier te zitten. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje afleiden uit het plaatje hier en het plaatje daar, hoe dat verspringt. En de dubbele bindingen moeten om en om met enkele bindingen zitten. Nou, zijn we er bijna. Deze O die moest ook nog een minlading krijgen. We hadden hier anders een C met vijf bindingen. Dus dit elektronenpaar wat hier een dubbele binding vormde, komt ook hier op de O te zitten, waardoor deze O ook een formele minlading krijgt. Check op het eind nog even goed je antwoord of je niet ergens een streepje vergeten bent of alles aan de octetregel voldoet. En dan zien we dat hier nog een streepje bij moet. Deze N heeft gewoon drie bindingen, maar het is wel een vrij elektronenpaar. Dus het is pas compleet als er ook nog een vrij elektronenpaar hier op de N wordt getekend. Dus dit is best een lastige vraag. Check even goed de formele ladingen en de octetregel. Geldt niet voor deze C met de pluslading, voor de andere dingen wel. Maar hier kom je na veel puzzelen dan op uit. Wat is mesomerie? Wat zijn grensstructuren? Nou, hier zie je een voorbeeld. Het zijn eigenlijk twee structuren die in elkaar omgezet kunnen worden door het verplaatsen van elektronenparen. Als een van de vrije paren hier daar gaat zitten en een van de bindende elektronenparen op deze O, dan krijg ik deze structuur. Dus dit zijn twee grensstructuren. Als ergens meerdere grensstructuren van bestaan, is het deeltje stabieler. Dit deeltje, een gecorrigeerde basis van etansuur, is dus een redelijk stabiel deeltje. Sommige mensen zeggen misschien, hé, maar dit is toch dezelfde structuur. Maar je moet het zo zien, dit zijn twee uitersten. De tussen aanhalingstekens werkelijke structuur is dat eigenlijk allebei de ootjes een half min zijn. Dus een soort gemiddelde van deze twee, zou je kunnen zeggen. Dan nog even de Lewis-structuur van een radicaal. Een radicaal heeft een ongepaard elektron, een los tipje, dat geen paar is. Nou, vorig jaar ging het om het O2-ion, waarbij de 2 niet boven staat, zoals bij een oxidion, maar onder. Nou, als je dat wil tekenen, dan ga je eerst kijken hoeveel valentie-elektronen heeft dat. Nou, O heeft er 6, dus 2 keer 6 plus 1, omdat hij min geladen is, is 13 valentie-elektronen. Nou, een oneven getal, dus dan zien we al dat er een radicaal moet zijn. Dan kun je niet alleen maar paren krijgen. Eén paar is nodig voor de binding tussen beide O-atomen. En dat betekent dat ik nog 11 elektronen erbij moet zetten. Nou, ik kan 10 paren tekenen. Nou, deze O laat ik aan de octetregel voldoen. En bij deze lukt het niet. Kijken we naar de ladingen. En dan is aan de linker O heeft 6 elektronen om zich heen. En dit zijn er 2. En dit zijn er 2 van de vrije paren. Dit is er eentje en de binding telt ook voor 1. Dus 6 valentie-elektronen en 6 elektronen. Geen lading. En hier hebben we eentje met 7 elektronen om zich heen. Dat is eentje te veel, dus die krijgt een minlading. Beetje raar, vorig jaar was dat je ook moest uitleggen waarom het reactief is. En dan moest je uit gaan leggen, het heeft een ongepaard elektron. Daarom is het radicaal en daarom is het reactief. Maar dat is een beetje vragen naar de bekende weg eigenlijk. Goed, het tekenen van de elektronenpijl. Het kwam net al een keertje terug. Maar hier nog even een voorbeeld, omdat het vaak terugkomt en ik er best vaak van leerlingen vragen over krijg.
Nou, een nucleofiel deeltje, dat houdt van plusladingen, is zelf een beetje min. Je kunt zeggen, heeft een overschot aan elektronen. De elektronen gaan vaak van een nucleofiel naar een elektrofiel deeltje. Vaak begint het op een vrij elektronenpaar van een nucleofiel deeltje en die gaan dan een binding vormen met een elektrofiel atoom. Er kan ook een dubbele binding ontstaan. Je merkt dat ik wat vaag ben, ik zeg vaak, het geldt dus niet altijd. Een voorbeeldje. Herexamen 2022. Hier moesten aan de linkerkant van de pijl de niet bindende elektronenparen tekenen en daarna de elektronenpijlen waarmee we uiteindelijk dan op deze structuur uit moeten komen. Nou, eerst eventjes die paren tekenen. Hier zie je ze allemaal staan. Zorg dat elk atoom aan de octetregel voldoet, behalve de haakjes natuurlijk. Zo teken ik gewoon het aantal streepjes. Nou, dan ga ik kijken hoe de elektronen zich verplaatsen. Door gewoon te kijken, van ik begin hier, ik moet daar naartoe. Dan zie ik hier is een haakje bijgekomen, die moet ergens vandaan komen. Nou, dan zal dit vrije elektronenpaar op die N aan deze H gaan binden. Nou, dan heb ik hier een paar elektronen wat al eerst een binding was. Die komt op de N te zitten. Dus het pijltje teken je dan zo. Het gevolg dat je dan op de N een paar elektronen krijgt. Nou, dan gaat dit paar elektronen gaat naar deze C toe. Dit C-atoom is een klein beetje positief geladen. Dus daar willen die elektronen naartoe. En dus dit is een nucleofiel deeltje. De elektronen willen daar naartoe, zoals ik net probeerde uit te leggen. En dan krijgen we daar een nieuwe binding. Nou, dan gaan de elektronen hier weg uit de binding naar deze O. Want een C heeft geen 5 bindingen. En we krijgen uiteindelijk een negatief geladen O. Eentje met 1 binding, dus 7 in plaats van 6 valentie elektronen. Welke soorten formules heb je van stoffen? Vroeg iemand. Nou, je kunt een structuurformule hebben, een tekeningetje zoals hier. Een molecuulformule, opsomming van het aantal atomen. En bij zouten hebben we het over een verhoudingsformule. De verhouding tussen de calciumionen en de fosfaationen is 3:2. Dus dan krijgen we deze verhoudingsformule voor calciumfosfaat. In deze opgave moest je zo'n verhoudingsformule maken. En dan hadden we fluorethaanzuur. En daar kon je uiteindelijk calciumfluorethanoaat van maken. En dan is gegeven dat fluorethanoaat de geconjugeerde base is van fluorethaanzuur. Dus dat betekent eigenlijk dat deze H eraf gaat en dat die O dan een minlading krijgt. Dus Ca2FCO- is de formule van die geconjugeerde base. Nou, hij is 1 min, calcium is 2+, dus ik heb twee keer dit negatieve ion nodig. En om het netjes te doen moet hij even tussen haakjes staan om aan te geven dat het hele negatieve ion twee keer aanwezig is in deze stof. Een heel ander type vraag. Dit ging over een cluster. En dan gaat dat met 4 ijzerionen, 4 zwavelionen, moet dat samen 2+ zijn. En dan is de vraag hoeveel van elk ijzerion is er? Nou, een zwavelion dat heet sulfide en heeft altijd een lading van 2-. Als ik daar 4 van heb, dan heb ik dus een totale minlading van 8-. Ik moet totaal op 2+ uitkomen. En dan moeten die 4 ijzerionen met z'n 4 een lading van 10+ hebben. Nou, kom ik daarop als ik 2 keer ijzer 3+ heb en 2 keer ijzer 2+. En dan kom ik op totaal 10+ uit en 4 keer een ijzerion. En natuurlijk ook 4 keer S2-. Dus hieronder staat het antwoord op deze vraag. Wat soort reacties heb je nou allemaal? Een heleboel. Even een aantal kort op een rijtje. Bij een additiereactie is er een C-C-binding die verdwijnt. Twee soorten moet je kennen. De normale of 1-2 additie. Dan krijg je gewoon C-C, wordt C, enkele binding C. We hebben ook de 1-4 additie. Dan krijg je zo'n patroontje. Dubbel, enkel, dubbel, wordt enkel, dubbel, enkel. En je kunt natuurlijk ook poly 1-4 additie hebben. Substitutie betekent vervangen. Dan krijg je dat er een alkaan reageert met bijvoorbeeld Br2. En dan wordt één of meerdere van de H-atomen door een Br vervangen. En dan krijgen we ook HBr. Je kunt natuurlijk ook chloor gebruiken en dan krijg je HCl. Kraken is het omzetten van grote koolwaterstoffen in kleinere koolwaterstoffen. Die kunnen namelijk beter branden, hebben zwakkere van de Waalspinningen. Bij een condensatiereactie zitten in de beginstoffen stoffen met OH en of
NH-groepen en dan ontstaat er altijd water en een andere stof, een ester of een amide bijvoorbeeld. Het omgekeerde van condensatie is hydrolyse. Dan hebben we dus altijd water voor de pijl staan. Fotosynthese, koolstofassimilatie, die ken je ook wel uit je hoofd. En de glucose dat daarbij ontstaat, kun je bijvoorbeeld gebruiken voor vergisting. En dan kan je bijvoorbeeld bioethanol maken. Ursubase reactie is een reactie bij een H+ van een zuur naar een basegraad. Een verbranding, een soort van reductiereactie, is een reactie tussen de brandstof, een reductor en zuurstof, de oxidator. Officieel moet je dan nog weten dat als er koolstof in de brandstof is, dat er dan CO2 ontstaat bij een volledige verbranding en ook C en CO, roet en koolstofmonoxide, bij een onvolledige verbranding. Dan hebben we nog als laatste de reductiereactie. Dan gaat er een elektron van een reductor naar een oxidator en er zijn de deeltjes die van lading veranderen. Oh ja, ik moet natuurlijk ook af en toe nog even zeggen, like en abonneer. Dat zou mooi zijn. Hoe maak je een reactievergelijking uit een plaatje? Mooie vraag, dit is daar een voorbeeld van. Dat begint met een best ongebruikte notatie van een zout. Ik heb hier x keer een calciumion en 1 min x keer magnesiumion en 1 carbonation. Nou, die x is gewoon een getalletje, het zou bijvoorbeeld 0,4 kunnen zijn, maar je laat die x gewoon staan. Ik kan me voorstellen dat je een neiging hebt bij wiskunde, ik wil x oplossen, dat hoeft niet. Het maakt ook niet uit wat x is. De totale lading van dat calcium en magnesium samen is dan 2+ en carbonaat is 2-. Dus dit laten we als beginstof staan. Het gaat reageren met H2O en CO2. En dat is samen koolzuur en dat reageert als zuur met die base CO3-2- die daarin zit. Nou, wat krijgen we dan? Ik krijg calciumionen, magnesiumionen en HCO3-ionen. Je kan ook een beetje in het plaatje kijken, dat zijn de reactieproducten. Maar we hebben nu nog geen kloppende vergelijking. Voor die HCO3- moet een tweetje. Je kunt ook gewoon tellen, er zijn hier twee C's bijvoorbeeld. Nou, dan kom je dan wel uit. En die X die hier achter calcium staat, die moet er hier voor staan. En die 1-X die moet voor dat magnesium 2+ staan. Je moet hem eigenlijk tussen haakjes zetten. Hoewel volgens mij dit niet heel erg moeilijk gedaan werd vorig jaar als je daar iets werd vergeten. Maar voor de netheid zet ze er wel omheen. Wat moet je weten van radioactief verval? Vorig jaar schrokken leerlingen, want dat was een beetje een natuurkundevraag in een scheikund examen. Maar gelukkig niet zo'n moeilijke vraag. Het ging hier over een isotoop van uranium. Die verviel tot een heliumdeeltje en een ander deeltje. En dan moesten van het andere deeltje het symbool en het aantal neutronen afleiden. Nou, gaan we even inventariseren. Uraan heeft atoomnummer 92, dus 92 protonen. En als de massa 238 is, 238 min 92, dat is 146 neutronen. Helium heeft atoomnummer 2, dus 2 protonen. En als ik helium heb met een massa van 4, heb ik 4 min 2, dus ook 2 neutronen. Nou, dat andere deeltje heeft dus 90 protonen. Ik begon met 92, er zijn er 2 vanaf, dus 90 protonen. En 146 min 2 is 144 neutronen. Nou, moeten we er even opzoeken welk symbool hoort bij 90 protonen. Dat is TH. En het aantal neutronen even opschrijven, 144. Wat moet je weten over de VSEPR-theorie? Nou, eigenlijk vooral hoe het met de bindingshoek zit. Je moet het omringingsgetal van een atoom kunnen bepalen. Dat is het aantal bindingen plus het aantal vrije elektronenparen om een atoom. Maar een dubbele binding of een drievoudige binding tellen gewoon voor 1. Heb je dan 2 omringing, dan krijg je hoeken van 180 graden, 120 graden bij een 3 omringing en een tetraedrale structuur 109 graden bij een 4 omringing. Nou, een voorbeeld van een vraag daarover is deze. Deze structuur is niet vlak en dat moest je uitleggen met behulp van die VSEPR-theorie. Nou, de N-atomen hier die hebben een 4 omringing. Ik heb hier een N met 3 bindingen en een vrijpaar, dus een 4 omringing. Nou, dat betekent dat de bindingshoeken dus 109 graden zijn en dat het geen plat vlak kan zijn. En dus dat betekent dat het hele molecuul ook niet een vlak molecuul kan zijn. Hoe maak je zelf een halfreactie?
Nou, maar even aan de hand van een voorbeeldvraag, waar ook wat koolstof van hierbij komt kijken. Hij is 4 punten waard, dus ga dan niet in Binance zoeken. Hè. Je moet hem hier zelf op gaan stellen. Nou, er staat hier dat pyrofaat erin voorkomt en dat het zuurrestion is van pyrodruivenzuur. En dat is dan weer 2-oxopropaanzuur. Nou, dit is propaanzuur. Oxo in Binance 66D te vinden is een COO-groep die niet de belangrijkste groep is. Want dat is hier de zuurgroep. En 2-oxo betekent dus aan de tweede C geteld vanaf de zuurgroep. Nou, het zuurrestion is hetzelfde ding, maar dan is deze H weg en heeft die O een minlading. Dus dit is dat pyruvaat wat we straks nodig hebben in die halfreactie. Dan hebben we ook het zuurrestion van melkzuur. 2-hydroxypropaanzuur. Dus hier hebben we een OH-groep. Die heet hydroxy als je niet het achtervoegsel mag geven. En bij het zuurrestion is dus ook de zuurgroep weer een COO-groep geworden. Nou, hier even dus de stoffen voor en na de pijl. Nou, moeten we hier een kloppende halfreactie van maken. En dan heb ik in ieder geval nog wat haatjes aan de linkerkant nodig. Want er staan er aan de rechterkant meer. Als ik hier 2 keer H2O zet en hier 2 keer OH-, dan heb ik aan beide kanten evenveel haatjes, namelijk 7 en ook aan beide kanten evenveel O'tjes. De lading klopt alleen nog niet, hè, want ik heb hier nu 2 minnetjes bij, dus ik moet aan de linkerkant nog 2 elektronen erbij zetten. En dan hebben we hier de halfreactie. In een halfreactie moeten altijd elektronen voorkomen. De totale lading links van de pijl en de totale lading rechts van de pijl moeten gelijk zijn aan elkaar. Ik hier met de constante van Faraday. Eventueel te vinden in Binance tabel 7, dat is het aantal coulomb wat 1 mol elektronen als lading heeft. Coulomb is de eenheid in de natuurkunde en mol elektronen in de scheikunde. Hier een opgave waarbij de stof octaanzuurfluoride werd omgezet en elke keer als er een F wordt omgezet, dan hebben we 2 elektronen. Dat volgt uit de halfreactie. Nou, wat moeten we hier gaan doen? We hebben 3,0 maal 10 tot de tweede gram. Dan moeten we gaan delen door de molaire massa die gegeven is hier. En dan hebben we het aantal mol van die stof. Daar zitten 15 F-atomen in. Dus doe het keer 15 om het aantal mol F te weten. En daarna keer 2, omdat er per F-je 2 elektronen hier staan. Dan kijken we altijd in de halfreactie naar de molverhouding met de elektronen. Nou, als ik het aantal mol elektronen heb, kan ik dat vermenigvuldigen met het aantal coulomb per mol. Dan komt dit getalletje uit. We moeten hier gaan afronden op het juiste aantal significante cijfers. En dat is 2. Dat heeft ermee te maken dat er in de vraag 3,0 maal 10 tot de tweede gram staat. Iets anders is het tekenen van een peptideketen en vooral proline is iets wat leerlingen wel eens vervelend vinden, omdat dat een zogenaamd cyclisch aminozuur is. Hier moesten we behalve die rare proline ook nog een SFE-binding tekenen. Maar goed, er stond gewoon in de vraag dat dat moest. Je hoeft eigenlijk alleen maar te doen verder wat daar stond. Nou, hier het antwoord. Dit is de binding met proline. Proline heeft dus geen NH2-groep, zoals de andere aminozuren, maar een NH-groep. En die ene H die die had, die is weggegaan. Die is water geworden met de OH van deze zuurgroep. Dus we hebben een apart soort peptidebinding hier. Nou, het was hier een fragment, dus beginnen en eindigen met een kringeltje. En kijk ook even heel goed of je alle haakjes hebt getekend. Met name aan dit C-atoom, zo'n haakje daar, vergeet je vrij makkelijk. Dus check dat even in de laatste paar minuten van je examen. Tekenen van een polymeer. Nou, hier een vraag waarbij we een copolymeer moesten tekenen. Bestaande uit de volgende monomeren. 1,1-difluorethene, dat is deze. En hexafluorpropeen, dus propeen met alleen maar F'jes in plaats van H'tjes. Nou, die CF3-groep teken ik even onder, hè, want bij het maken van het polymeer gaan de CCC-bindingen openklappen. Daarom teken ik ze hier naast elkaar. Nou, die verdwijnen dan als het polymeer gevormd wordt. Dus geen dubbele bindingen meer. Begin en eindig met een kringeltje. En we moesten van beide monomeren 1 eenheid tekenen en dat hebben we hier gedaan. Dit hoeft er echt niet bij als je dat op een examen doet. Het gaat hier om het antwoord. Ik heb er alleen maar even bij gezegd om te laten zien hoe je aan het antwoord komt. Over polymeren gesproken, daar zijn ook een aantal eigenschappen die je moet kennen. Bijvoorbeeld als de polymeren groter zijn,
langere ketens hebben, dat de Van der Waals-bindingen dan sterker zijn en de polymeer dan bijvoorbeeld sterker is. Of dat als je een afwisseling hebt van C-dubbele binding, C-enkele binding, C-dubbele binding, dat je een stroomgeleidend polymeer hebt. Nou, een vrij eenvoudig vraag hierover was vorig jaar het examen. Hier moesten we gaan uitleggen dat het copolymeer, waar die vorige vraag over ging, hier zien we nog even de structuur, dat je dat kunt omsmelten en dat je het daarna in een mal kan spuiten. Nou, want om te kunnen smelten moet het een thermoplast zijn. En het is een thermoplast omdat er geen crosslinks dwarsverbindingen tussen de ketens gevormd kunnen worden. We hebben dus een ketenpolymeer, ketens die niet aan elkaar gebonden zijn. Nou, een thermoplast kun je omsmelten. Hoe zit het met kristallijne gebieden bij polymeren? Nou, hier zie je een plaatje uit het examen van 2022. Hier een beetje een rotzooi, ketens maar niet zo mooi geordend zijn als hier in het kristallijne gebied. Wat heeft het nou voor effect op het polymeer? Hier liggen de ketens heel mooi geordend naast elkaar. Dus de afstand tussen de ketens is kleiner. Het oppervlak tussen de ketens is groter. En dat betekent dat de Van der Waals-bindingen sterker zijn. En dat het bijvoorbeeld minder moeilijk te buigen is. Steviger is. Dus dat is het effect van een kristallijn gebied binnen een polymeer. Blokschema's dan. Leerlingen vinden dat vaak een lastig onderwerp. Vaak is het heel veel leeswerk, dus ik kan ook niet zo'n heel tekst gaan voorlezen, dat is geen nut. Oefen daar gewoon mee. Maar misschien even nog een paar dingetjes, even aan de hand van dit blokschema. Hier zien we HF ergens ingaan en ook weer uitkomen. En ook hier gaat HF erin en eruit. Nou, wat is nou het verschil? Hier hebben we een reactor, waar blijkbaar een overmaat HF wordt ingevoerd. Zo komt een deel van het HF er ook weer uit. Hier hebben we een scheidingsruimte. De S staat voor scheiding. En dan is het logisch dat HF erin gaat en er weer uitkomt. De gassen, H2 en HF, zijn gassen die verlaten als een aparte stofstroom R1 en stof P als een andere stroom. En dus dat het niet één stroom is, heeft te maken met de fase van de stoffen. HF wordt hier er weer uitgehaald en het wordt vreemd genoeg niet gerecirculeerd in dit voorbeeld. Meestal gebeurt dat wel. Vaak staat het erbij, hou rekening met recirculatie. Maar om een of andere reden in deze vraag hebben ze dat niet gevraagd. Maar let op dat je dat meestal wel moet doen. Nou, de scheidingsmethode hier is extraheren. Ik doe water bij het mengsel van die twee gassen. Daar lost HF in op en H2 niet. Dus ik krijg H2 als aparte stofstroom. Waterstof, H2 kan geen waterbruggen vormen. HF lost wel op in water, dus een oplossing van HF is de stofstroom die aan deze kant eruit komt. Een omestering, wat is dat? Nou, eigenlijk maak je van de ene ester een andere ester door daar een alcohol bij te doen. Een bekend voorbeeld is het maken van biodiesel. Ik begin hier met een triglyceride, bilan 67G, te vinden hoe dat zit. In dit geval eentje met niet C7H31 bijvoorbeeld, maar met CXHI. Dat reageert met 3 methanolmoleculen en dan krijg ik glycerol. Dus hier worden allemaal esterbindingen verbroken en zogenaamde methylesters. Dus de moleculen die hier ontstaan, dat zijn er 3, hebben een CH3 als wat is het alcohol was en hier dan de rest van dat vetzuur. Nou, biodiesel bestaat dus uit dit soort moleculen. Die zijn aanzienlijk kleiner dan de triglyceride moleculen daar. En dat betekent ook dat de Van der Waals-bindingen zwakker zijn. En dat hij dus makkelijker verdampt en daardoor ook makkelijker in de dieselmotor te gebruiken is. Het rekenschema, hier zie je een plaatje. Nou, je kan hier even een screenshot van maken of kijk het filmpje over het molschema. En let vooral even op dat je goed begrijpt hoe dit moet. Dus als ik het aantal mol heb, moet ik delen door het aantal liter om op de concentratie en de molariteit te komen. En als ik naar het aantal kubieke decimeter gas moet gaan, dan ga ik vanaf mol keer het molair volume doen. Dus dit geldt natuurlijk alleen voor gassen. Hier staat gas nog een keer, omdat je soms ook de dichtheid kunt gebruiken, maar alleen als de dichtheid gegeven is of in binnen staat bij de juiste temperatuur. En dus liter gas staat 2 keer in, hier omdat je met molair volume er altijd mee kunt rekenen, maakt niet uit welke stof je hebt, want bij elke stof geldt bij 24,5 kubieke decimeter per mol, bij 298 Kelvin en PSP0,
En boven het examen staat meestal dat je van deze omstandigheden uit moet gaan. Dus dat betekent dat 1 mol dan 24,5 kubieke decimeter is. Significantie en afronden. Nou, alleen als ze naar vragen moet je op de significantie letten en ga tussendoor dan niet afronden. Bij pH en bij POH kijken we alleen naar de cijfers na de komma als significante cijfers. Nou, hier zie je een hele mooie rekenvraag uit het examen van vorig jaar. Ik kan het beeld even stilzetten en hem even zelf proberen. Dat is heerlijk om na te kijken, want heel veel leerlingen haalden hier de volle punten bij. En hier moesten we ook de significantie juist doen. Nou, als je dat allemaal netjes deed, kwam je op 3 significante cijfers uit. En dat geeft dan het 5e punt bij deze vraag. Niet schrikken van zo'n groot aantal punten betekent gewoon veel denkstappen. En ook vrij makkelijk om een paar punten te halen. DNA. Hoe zit dat met nummers van eiwitten die je uit DNA kunt halen? Een vraag die ik een aantal keer kreeg. Als voorbeeld hier een stukje in de blauw coderend DNA vanaf base 410. En wat er tegenover gezet kan worden is het matrijs-DNA. Tegenover een A zit een T en tegenover een C zit een G. Het messenger-RNA is weer hetzelfde als het coderende DNA. Op één verschil na, de letter T op DNA-niveau is een U van uracil op messenger-RNA-niveau. En uit het messenger-RNA kunnen we de volgorde van de aminozuren afleiden. Moet ik wel weten waar ik begin met tellen. Nou, als ik 410 deel door 3, kom ik uit op 136 2/3. En dat betekent dat de eerste letter, de A, de tweede is van codon nummer 137. Dus er hebben al 136 codons, groepjes van 3, zijn ervoor geweest. En bij nummer 137 is dit de tweede en dit de derde. Dus ik moet bij deze C beginnen te tellen. Dus CUG is het volgende codon. Dat is dan aminozuur 138. Je kunt opzoeken in BNAS 71 bijvoorbeeld dat dat codeert voor leucine. En de volgende, CCG, dat codeert dan voor proline. Dus je hebt nummers van de baas op DNA, de eerste is 410, en nummers van de aminozuren in een eiwit. En dat scheelt ongeveer een factor 3 natuurlijk, omdat steeds 3 bazen voor 1 codon coderen, dus voor 1 aminozuur coderen. Goed, dan begin ik met de bindingen. De vraag kwam, kun je even een lijstje maken met alle soorten bindingen die er bestaan? Nou, dat staat hier. Metaalbinding komt voor alleen in metalen tussen metaalatomen, in de vaste en de vloeibare fase. En ook in legeringen, mengsels van metalen. Atoombinding komt niet voor tussen metaalatomen, maar wel tussen niet-metaalatomen. Bijvoorbeeld het streepje tussen de O en de H in water is een atoombinding. De bindingen in de gele letters zijn bindingen tussen moleculen. Komen dus voor in moleculaire stoffen. Van de Waalsbinding heb je in alle vaste en vloeibare moleculaire stoffen. En hebben die ook een OH of een NH, dan kunnen ze ook waterbruggen vormen in de vaste en vloeibare fase. Dan hebben we nog een dipol-dipolbinding. Dat is als een molecuul een pluskant en een minkant heeft, dan bindt de pluskant van molecuul 1 aan de minkant van molecuul 2. Later in het filmpje komen we op de dipolen terug. Bij zout hebben we de ionbinding. Bij vaste en vloeibare zouten. En als je een zout oplost in water, dan krijgen we een ion-dipolbinding. We zien hier een koperion. Nou, de O-kant van water is een beetje negatief geladen en die trekt die koper 2 plus aan. Dus daar hebben we de ion-dipolbinding. Samenvraag over bindingen, over indigo, dat hebben we een paar keer gezien in deze PowerPoint. En hier staat dat onderlinge interacties tussen atomen of atoomgroepen binnen een molecuul indigo ervoor zorgen dat het molecuul minder goed interacties met watermoleculen aan kunnen gaan. En dan denk ik meteen aan waterbruggen bij interacties met watermoleculen. Nou, wat zien we hier? Een NH-groep en een COO-groep. Dat typ ik ook even in. En deze H die is een beetje plus en die trekt deze O die een beetje min is aan. En dat betekent dat tussen deze twee een waterbrug gevormd kan worden. Dus dat is de interactie die ze bedoelen. Uitleggen op microniveau. Komt af en toe het examen voor. Nou, let er dan op dat je woorden gebruikt als atoom, molecuul of de namen van de bindingen. Stel je zou moeten uitleggen waarom pentaan een hoger kooppunt heeft dan dimethylpropaan. En je moet dat op microniveau doen. Ga dan niet het kooppunt in BINAS opzoeken, maar zeg dan bijvoorbeeld dit. De moleculen zijn allebei moleculair, dezelfde soorten bindingen. Maar pentaanmoleculen hebben een groter oppervlak. Groter dan dimethylpropaanmoleculen.
betekent dat de Van der Waals interacties, mag ik molecuulbindingen zeggen, tussen pentaanmoleculen sterker zijn. Een gevolg daarvan is dat pentaan een hoger kooppunt heeft dan dimethylpropaan. Die laatste zin is dus niet op microniveau, omdat dat de conclusie is, maar de uitleg gaat over moleculen en Van der Waals interacties, die is wel op microniveau. Rekenen met ppm parts per million. Nou, de formule die erbij hoort zie je rechtsonder staan. De massa van het deel gedeeld door massa van het geheel keer 10 tot de zesde. Dan hebben we het over massa ppm. En deel en geheel moeten dezelfde eenheid hebben, bijvoorbeeld gram. Maar soms gebruik je ook 10 min 6. Dat is als je het massa ppm weet. Je weet de totale massa en je moet de massa van het deel berekenen. Bijvoorbeeld in deze voorbeeldvraag. Nou, als er staat 6 massa ppm zwavel, dan ga ik 6 miljoenste deel nemen van het totaal, 200 gram. Dus dat wordt dan 6 maal 10 tot de min 6e, een miljoenste deel, keer 200 gram. En dan krijg ik een uitkomst in gram, in dit voorbeeld 1,2 maal 10 min 3 gram. Stel dat ze nou vragen in milligrammen, dan moet ik nog even bedenken, een gram is 1000 milligram, doe het keer 1000, dan zou je zeggen 1,2 milligram. Maar als significantie ook goed moet, maak daar 1 milligram van, omdat de ppm 6 maar in 1 significant cijfer gegeven is. In plaats van massa ppm heb je ook volume ppm en dan ga je bijvoorbeeld liters en liters met elkaar vergelijken. Nou, dit filmpje moet niet al te lang duren, ongeveer een lesuurtje, dus ik heb hier nog een lijstje met onderwerpen staan waar we niet allemaal aan toe zijn gekomen in dit filmpje. Wil je er wel wat meer voorbeelden van zien, ga dan kijken bij de laatste vragen van 2023. Examenprogramma is natuurlijk niet veranderd sinds die tijd. Bij de omschrijving van het filmpje kun je de complete samenvatting vinden. Ik heb natuurlijk niet alles kunnen behandelen. Kun je meteen ook even abonneren en dit filmpje liken natuurlijk. Je vindt daar ook de uitleg en de antwoorden en vragen van de laatste examens. En een begrippenlijst op alfabet met linkjes naar filmpjes waar de dingen staan uitgelegd. Goed oefenen en ga dan vol goede moed de examenzaal in. Ik wens je ontzettend veel succes bij je scheikundeexamen.